Richie Perroen kampte jarenlang met een alcoholverslaving. Hij vlogt en publiceert sinds oktober dit jaar zijn afkickproces op YouTube. Ja, allereerst is het begonnen als eigen therapie eigenlijk. In samenwerking met de verslavingszorg. Dus dat betekent dat ik eerst een andere therapie heb aangeboden gekregen. Dat heb ik een aantal keer geprobeerd. Maar naar mijn mening voelde ik het niet echt eigenlijk. Dus heb ik zelf aangegeven van ik wil proberen om vlogtherapie te doen. Mezelf filmen, het relativeren daarvan en op die manier te kijken hoe ik mezelf in een proces kan ontwikkelen. En ongeveer na 2 maanden ongeveer toen ik mijn vlogtherapie heb gedaan, toen dacht ik van ik ben er zelf wel sterker van geworden. Het gaat mij goed af en het helpt mij. Misschien kan ik er andere mensen mee helpen om het te publiceren via YouTube. Nou, misschien helpt dat wel. Ja, je geeft je in ieder geval brood. En hoe zou dat helpen, denk je? Nou ja, dat je het naar buiten brengt en dat je dan dus ook effect krijgt dat mensen je erop aanspreken. Van, goh, hoe gaat het? En dat je dat, ik bedoel, niet één keer een hoekje afkikken, dat is dan toch wat minder makkelijk, lijkt mij. Nou, misschien wel goed. Dan weet de rest van de wereld hoe dat in zijn werking gaat. Als jij zelf verslaafd zou zijn, zou je er dan kijken? Ik denk dat je daar eerlijk gezegd helemaal niet mee bezig bent. Ja, tenzij je in zo'n periode zit dat je aan het afkikken bent, maar... Ja, hangt een beetje van de persoon af, denk ik. Ik hoop dat mensen zich herkennen hierin eigenlijk. Kunnen identificeren. Hè, voornamelijk mensen die verslaafd zijn natuurlijk. Of iemand die een verslaafde kent. En dat ze door mijn vlogs eigenlijk een soort van gevoel krijgen van... ik durf er ook meer over te praten. Misschien kracht halen eruit. Van ik ga door deze vlog, heb ik zoiets van... ik ga me ook aanmelden bij de verslavingszorg of voor een kliniek. En het ook bespreekbaar maken, dus het taboe te doorbreken van verslaving, wat best wel zwaar term is eigenlijk. Dus je zou het andere mensen ook wel aanraden? Ja, persoonlijk wel, maar ik moet wel eerlijk zeggen van iedereen is natuurlijk anders. Hè, dus iedereen is een individu. Voor de ene werkt natuurlijk gewoon groepstherapie wel, naar de AA-groep gaan bijvoorbeeld ook. Er zijn heel veel verschillende therapieën. Ik zou het in ieder geval proberen. En als je het niks vindt of als het jou niet werkt, dan even goede vrienden. Maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. En voor mij heeft het in ieder geval heel goed gewerkt.